Hele goede middag allemaal. Ja, ontzettend leuk. We zitten hier weer voor onze tweede webinar van deze maand in ieder geval. Ja, zeker. Het is de derde of de vierde van dit jaar? Derde. We hadden in januari een kleine pauze genomen van alle hectiek van de decembermaand. Want het was een roerige tijd, in positieve zin. Is ook. En nu gaan we weer lekker tenminste elke twee weken een webinar organiseren. Ja, ja, onder andere ter ere van ons 10-jarig bestaan dit jaar. Daar gaan jullie nogal natuurlijk meer van horen, maar... Ja, Unravel bestaat dus dit jaar 10 jaar. 10 jaar geleden zijn we opgericht. Dat komt ook, denk ik, nog wel terug denk ik, in een later webinar. Zeker. Dit webinar van vandaag gaat over de voorspellende waarde van het brein. Ik vind, dit is een soort meta-webinar, zou je kunnen zeggen. Ik heb er onwijs veel zin in, want ja, het brein voorspelt van alles. En dat is natuurlijk onwijs tof. Ontzettend leuk ook weer dat jullie er allemaal zijn. Ik hou uiteraard, as usual, hier de chat in de gaten... zoals altijd, het is onwijs leuk en gezellig in de chat. Laat even weten dat je er bent. Ook als er wellicht wat problemen zijn met de audio bijvoorbeeld, laat het ook weten in de chat. Dan kunnen we dat fixen en dan de technische dienst hier, die zal dat op zich nemen. Vandaag achter de schermen, Sabine, onze collega, dus dat is natuurlijk ook weer leuk. Goed, dat gezegd hebben we voor de huishoudelijke dingen. Laten we hem meteen doorpakken. De topics van vandaag, ja, het wordt heel leuk. De bulk zal Tom voor zijn rekening nemen. En we gaan eigenlijk twee hele specifieke dingen bekijken, namelijk neuroforecasting. Dus wat kan het brein allemaal voorspellen qua gedrag? Onwijs leuk. Hè? We hebben in de mail en in de landingspagina stond natuurlijk al wat over verkiezingen en wellicht ook over Spotify-hits. Nou, het is nog veel breder dan dat, dus dat gaan we natuurlijk allemaal induiken. Maar ook niet onbelangrijk, hè? Wat voorspelt het brein niet? Want er zijn natuurlijk ook heel veel dingen, net zo goed, die het brein niet kan voorspellen. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om dat in oogenschouw te nemen. Want ja, laten we wel wezen, neuro, wij zijn natuurlijk onwijs enthousiast erover. Maar je moet ook, hè, zoals met alles, ook de beperkingen weten om het goed te kunnen inzetten. Dus dat voor vandaag. Laten we hem vooral doorpakken. En ik geef hierbij hem eventjes aan jou, Tom. Yes. Ja, nou ja, het wordt dus eigenlijk een webinar met allerlei vondsten. Waardoor wij zo enthousiast zijn over hersenonderzoek. Omdat in ons brein ontzettend veel schuil gaat over onze toekomstige voorkeuren en ons toekomstige gedrag. En dat vinden wij heel gaaf. En je kunt er ook veel meer mee dan enkel en alleen in marketingtoepassingen. Dus we willen in dit webinar ook een wat breder perspectief werpen op de voorspellende waarde van het brein. Langs allerlei takken van het leven waar hersenactiviteit iets onthult wat wij verbaal, bewust, niet zouden kunnen prijsgeven. Ja, Tom, ik ga je eventjes stoppen. Ik zie hier dat de kwaliteit van de webinar heel slecht is. Oh ja. En ik denk dat ik weet hoe het komt. Dus dat gaan we eventjes fixen. Okay. Want anders blijft het heel erg pixelachtig hier. Ja. Medium. Dan doe ik weer on-air. Yes, excuus. Er zit altijd een kleine vertraging op de lijn. Dus je zal waarschijnlijk straks... Of ja, dat zal dus nu gebeurd zijn. Hem even offline hebben zien gaan en even online. Ik weet niet wat er was fout gegaan, maar de kwaliteitsinstelling stond niet aangegeven. En blijkbaar ging die daarmee automatisch naar laag. Dus ik hoop, ik neem aan dat dat het was. Leek een beetje een webinar uit de jaren 90. Ja, Edgar die zegt me net wel dat zou moeten zijn. Dus dat gaan we straks zien. Ga vooral verder, dan hou ik het in de gaten. Ja. Oké, we zijn nu hopelijk weer in goede kwaliteit bij jullie thuis. En we gaan ook nu pas daadwerkelijk alle vondsten uit de doeken doen. Dus niks gemist aan dit misschien wat blokkerige intro. Waar we naar gaan kijken is hoe hersenactiviteit toekomstig gedrag en toekomstige voorkeuren kan voorspellen. En dat kan met verschillende methodieken en verschillende onderzoeksopzetten. Dus gewoon de grote brede lijn van dit webinar is dat we gaan kijken naar wetenschappelijke onderzoeken. Deels door ons gedaan, maar ook deels door andere marketingbureaus. En ook zeker door onafhankelijke wetenschappers en die daarover publiceren in journals. Om te kijken hoe je met een biometrische meting een uitkomst van voorspellen op ofwel individueel gedrag. Oftewel, we meten iets in jouw brein en voorspellen wat jij gaat doen. Maar nog interessanter, op populatieniveau. Dat is natuurlijk waar het echt spannend wordt, dat je iets meet in het brein van zeg 20, 30 respondenten. En op basis van die kleine groep iets kan voorspellen over een hele grote groep. Nou ja, dat is natuurlijk wat we met marketing mogen te doen. Dus die twee invalshoeken, die gaan we nemen. Langs allerlei takken van sport. En het eerste, misschien wel een van de meest beroemde toepassingen van hersenonderzoek in het voorspellen van groot gedrag, is met films. Er zijn hier veel studies naar gedaan en nou ja, misschien ook wel bekende studies voor mensen die wel eens wat over neuromarketing gelezen hebben. En dit zijn
allemaal onderzoeken die aan de hand van hersenactiviteit die men heeft bij het kijken van filmtrailers. Dus jij gaat filmtrailers kijken, we doen bij jou een EEG-headset op en we meten jouw respons in het brein op die trailer. Aan de hand van die data kunnen voorspellen welke films bioscoophits worden en welke in de tickets waarschijnlijk een beetje gaan achterlopen. Dus we kunnen het kaf van het koren bescheiden in de bioscoop, in de box office. En wij zijn absoluut niet de eerste partij die dit onderzocht hebben. Dus deze eer gaat echt naar Maarten Boksem en Ale Smits. Nou, Nederlanders. Exact, dat zijn twee Nederlandse neuroonderzoekers, marketingonderzoekers deels, van de Universiteit van Rotterdam. En Ale Smits heeft ook de term neuromarketing als allereerste gekooid. Dus dat is ook nog een eer die hem toekomt. Maar wat hij 10 jaar later heeft gedaan, is de eerste studie gedaan naar dus die impact van bioscooptrailers, meten in het brein en wat dat dus doet op ticket sales. Leuk is wel, dit is een heel robuust resultaat, want het is daarna nog eens 4 keer gerepliceerd. Onder andere ook door ons. Dus wij hebben dat ook gedaan. En we kijken er altijd, kunnen we nog een betere stresstest vormen? Zoals wij toen gedaan hebben, is dit ook bij verschillende genres getest. Bij horror, bij romcoms, bij drama. En het interessante daarvan is dat die genres eigenlijk allemaal universeel eenzelfde hersenpatroon of een onderliggend hersenpatroon hebben wat op succes duidt. En dat is niet zozeer een emotie, want je kunt je voorstellen dat de emotie die jij ervaart bij een horrorfilm of bij een romcom heel erg anders is. Nee, wat het simpelweg is mentaal engagement. Dus in hoeverre die film jou naar zich toe trekt. Dat is bijna emotieoverstijgend en daarmee ook genreoverstijgend. En we meten dat met wat we in de chicwoord noemen neurale synchroniciteit. Dat betekent simpelweg dat wanneer Tim en ik gezamenlijk naar een filmtrailer zouden kijken, dat wij op hetzelfde moment dezelfde hersenactiviteit vertonen. En hoe meer dat het geval is, hoe meer die trailer dus ons eigenlijk weet aan te grijpen. Terwijl als de trailer een beetje langs ons heen gaat, zijn onze breinen met heel veel verschillende dingen bezig. Dus is er een gebrek aan synchroniciteit, kun je wel zeggen. Nou, wanneer je dat met 30 mensen doet, dan kun je dus hele goede uitspraken doen over de engagement factor van een trailer. Ja, super tof natuurlijk. En is er ook een goede reden waarom bioscoophits hiervoor gebruikt zijn? Ja, tenminste, ik weet het natuurlijk wel, maar... Ja. Bioscoophit, het leuke daarvan is natuurlijk dat je heel duidelijke data hebt over het gedrag wat er op populatieniveau plaatsvindt. Hè, dus de box office sales, die kun je heel erg goed, gewoon van IMDb kun je dat ophalen. Dus het is een beetje fortuinlijk voor de wetenschap dat je daar een hele goede afhankelijke variabele, een hele goede databron hebt van het gedrag dat je wilt beïnvloeden. En wat met reclame, waar we het zo nog wel over zullen hebben, is dat natuurlijk veel moeilijker. Omdat het pad van een reclame zien tot het aankoopmoment in de winkel, dat is veel ruisrijker. Wordt ook veel, is bijna niet te meten. Het is wel te meten, maar dan moet je voor heel veel variabelen controleren. Dus daarmee is de bioscoop een heel populair toepassingsgebied om met de potentie van neuro, in dit geval van EEG, op het voorspellen van gedrag te kunnen toetsen. Ja, en dan komt natuurlijk ook nog bij dat heel vaak met verkoopdata is ook geen openbare data natuurlijk. Zeker als je natuurlijk kijkt met universitaire studies, wil je dat waarschijnlijk doen met openbare data. En dat is ook nog een voordeel hierbij wat je zei. Op IMDb staat in principe, staan die cijfers van die films, hoe goed ze deden. Zeker. Dus in het kader van die variabelen, de afhankelijke variabelen, is dat natuurlijk heel fijn. Een vraag die ik soms ook wel eens hierbij krijg van mensen, zeggen ze van kan je dan dus op basis hiervan de ideale trailer maken, zou je kunnen zeggen. En dat is altijd onderliggend, is dan de vraag. Of tenminste, de assumptie er een beetje van, neemt dat dan niet alle creativiteit weg van de trailers? Hè? Want wordt dat dan niet allemaal een soort hetzelfde? Ja. Ja en nee. Als ik op die twee vragen mag antwoorden. Want laten we ten eerste voor opstellen dat het feit dat je met de hersenactiviteit van een trailer kunt voorspellen wat de film doet, niet per definitie betekent dat ten grondslag, of dat de trailer dat veroorzaakt. Ja. Dus dat is al heel belangrijk. Die trailer is bijna meer een drager van alle emotie, of in dit geval engagement, die film in zich heeft. Dus trailers verschillen in baseline heel erg. Dus een film met een bepaald aantal acteurs die gewoon heel populair zijn, zullen gewoon in baseline al beter scoren op deze metric, ongeacht hoe die trailer dan nog verder is. Dus dat is één. Dus een trailer is gewoon, je moet een stimulus hebben die je toetst. Dat is dan vaak natuurlijk een trailer. Echter kun je dit zeker inzetten om natuurlijk stimuli te optimaliseren. Net als dat we bij reclameonderzoek doen, en ook met trailers. En daarbij kun je met name goed zien, wat zijn de afhaakmomenten in een trailer. En dat kan je soms verrassen, maar soms is het ook iets dat je vanuit creatieve kant ook wel kan begrijpen soms. Misschien had dit punt in de trailer ook beter gekund. En daarbij zeggen, gaat dat ten koste van creativiteit? Nee, het doet juist een groter beroep op creativiteit. Omdat wanneer je leert dat bepaalde dingen goed werken, bepaalde dingen niet goed werken, om vanuit die basisprincipes
dat te kunnen toepassen in jouw trailer, moet je vaak heel creatief nadenken om binnen de materialen die je hebt liggen in een film, om daar iets mee te doen. Dus ja, ik zeg altijd, als je creativiteit leuk vindt, dan zijn juist dit soort onderzoeken alleen maar een springplank om te laten zien wat je in huis hebt. Ja, ja, nee, helemaal eens natuurlijk. Ja. En dat is ook wat wij natuurlijk vaak zeggen, neuro is heel goed om iets wat goed is nog beter te maken. En niet per se iets wat nog niks is, tot goed te krijgen. Ja. En ik denk dat het ook wel mooi verwoord natuurlijk, ook in het geval van trailers. Dus je hebt nog een bepaalde creativiteit juist nodig om zoiets goed neer te zetten. En je kan aan de hand van neuro inderdaad echt goed zien van, hoe kan je dat nou daarom nog tweaken om dus daar wel echt tientallen procenten verbetering uit te kunnen halen. Dus dat is natuurlijk een mooie 1-2'tje, denk ik dan. Ja, ja, die gaan echt hand in hand. Ja. Leuk. Dat was het nadeel van al die filmonderzoeken. En dat nadeel, dat heeft ermee te maken dat al die onderzoeken hebben plaatsgevonden nadat de film al uit was. Dus je bent eigenlijk verantwoord aan films die al een succes geworden zijn, of je daarvan kan voorspellen of daar een onderliggende hersenactiviteit aan ten grondslag lag. Dat is zo, maar het is namelijk niet per definitie gezegd dat wanneer je die onderzoeken van tevoren had gedaan, dus voordat de film in de bioscoop kwam, dat je dat ook had kunnen doen. En wij wilden dat tijdspad, dus echt die causaliteit, wel vaststellen. En dat hebben we gedaan met een vervolgonderzoek, niet met films, maar met muziek. En daarbij hebben we een aantal nieuwe muziekalbums die gereleased zijn op Spotify, gelijk in de allereerste week van hun release, getest aan het brein. En we hebben daarbij weer naar exact diezelfde metric gekeken, die synchroniciteit in het brein, in dit geval onder de luisteraars, om te kijken, en dan moet je wel even geduld hebben, maar of er 3 maanden later, en zelfs 9 maanden later, daadwerkelijk een succesvoorspelling mogelijk was op basis van die oude data. En nou, je raadt het al, dat was mogelijk. We hebben namelijk het volgende gezien. Wanneer we kijken naar de breindata, dus wederom de engagement van de muziek, dus de mate waarin de muziek jou aangrijpt, ongeacht wat daar dan de emotie van is, of dat nou zielige muziek is of popmuziek is, dat maakt niet uit, zien wij dat er na 1 maand al een significante correlatie is van 0.33. Maar het leuke is dat we 10 maanden later nog eens naar die data gekeken hebben en dat de correlatie nog beter werd, namelijk 0.41, 10 maanden later. Je zou denken, ja, er komt dan veel meer ruis om die data heen die eveneens vat heeft op het succes van die nummers. Maar het tegendeel blijkt waar. Dus wat het brein hier meet is wat eigenlijk muziekproducers al honderden jaren als term gebruiken. En dat is hitpotentie. Dit nummer ligt gewoon lekker in het gehoor. Echter, wanneer je dat aan mensen vraagt, hoe lekker vind je dit nummer in het gehoor liggen, dan geven ze vaak een antwoord die niet zozeer voorspelt wat het eigenlijk gaat doen. En dat is wat we zagen wanneer we naar die hele dataset kijken. Dus we hebben enerzijds in het brein gekeken, maar we hebben ook gewoon bewust uitgevraagd van hoe leuk vind jij dit liedje? Nou, dat laatste zat geen significante correlatie in met het succes van die nummers. Dus wat mensen je vertellen, voorspelt niet zozeer wat de hits uiteindelijk worden, als wel wat hun brein je vertelt. Je moet echter wel naar de juiste metrics in het brein kijken. Want we hebben ook naar wat meer emotionele metrics in het brein gekeken, namelijk frontale asymmetrie, dus positieve emotie versus negatieve emotie. En in de context van muziek voorspelde dat niet zozeer de toekomstige hits, voorspelde wel overigens de expliciete ratings die men gaf. Dus eigenlijk correleerde de emotie in het brein wel met wat men je aangaf van ik vind dit een leuk liedje of een stom liedje. Dus logisch ook dat dat samenhangt natuurlijk. Maar om te kijken of het daadwerkelijk iets gaat doen in de charts, hè, wat worden de toekomstige hits, dan moet je kijken naar de engagement in het brein. Ja, vet. Ja. Ik vind deze ook echt onwijs leuk, omdat je hiermee dus ook echt kan laten zien in de toekomst de hits voorspellen. Ja, ja, precies. Hier waren we echt ontzettend trots op. En dit is ook gepubliceerd daadwerkelijk in Frontiers. Dus dat is, als zeg je zelf, hoog aangeschreven wetenschappelijk tijdschrift. Dus daar zijn we ontzettend trots op dat we zo'n mooie studie hebben gedaan. Gelijk ook wel weer het eerlijke verhaal. We moeten daar een kanttekening bij zetten. Want je zou dan misschien kunnen vragen, als je muziekproducer bent, moet ik dan nu alles alleen nog maar met neurotesten? Nou, nee, zeker niet. Het blijkt namelijk wel zo te zijn dat verschillende bronnen van data niet zozeer overlappen, maar echt complementair zijn aan elkaar. Wanneer je namelijk een voorspellend model bouwt dat enerzijds is opgebouwd uit de neurodata, anderzijds uit bewust uitvragen en ook nog eens, variabelen rondom het nummer heen die wat meer commercieel zijn. Dus wat is het marketingbudget voor het liedje? Maar in dit geval wordt het liedje ook gereleased als single, dus aparte release, versus wanneer het alleen maar op het album staat. Wanneer je al die bronnen van data, die 3 bronnen van data, samenneemt, dan krijg je een voorspellingsmodel van 62% accuraatheid om het aantal plays, dus het aantal keer dat het liedje wordt afgespeeld, gespeeld in Spotify, te kunnen voorspellen. Dus nogmaals,
gooi de oude methode nou niet opzij, maar combineer het met neuro, zodat je echt daadwerkelijk beter wordt in het voorspellen van succes. En dat zien we niet alleen natuurlijk in entertainment. We hebben nu gekeken naar film, we hebben gekeken naar muziek. Maar natuurlijk bij neuromarketing denken verreweg de meeste mensen aan commerciële toepassingen. Dus kunnen wij hersenactiviteit aanwenden om koopgedrag te voorspellen? En dat kunnen allerlei stimuli zijn. Het kunnen productafbeeldingen zijn, maar het kunnen ook reclames zijn. Het zijn allemaal marketingstimuli die beogen koopgedrag te beïnvloeden. En dat beïnvloedingsproces is met uitvragen lastig te meten. En dat komt simpelweg omdat dat vaak hele onbewuste en intuïtieve processen zijn. Bedenk maar, wanneer je door de supermarkt loopt en je oog laat vallen langs alle verschillende producten, dan is dat aandachtsmoment dat jouw oog op dat ene product valt en daarbij misschien aantrekkingskracht in je brein plaatsvindt, dat is een halve seconde. Dat is iets waar we ons nauwelijks bewust van zijn, maar wel bepaalt welke producten uiteindelijk in dat winkelmandje belanden. Nou, die halve seconde, die kun je dus eigenlijk meten met neuro, met neuromarketing. En dat doen we enerzijds met productonderzoek, dus echt het voorspellen van individuele producten, wat die gaan doen qua rotatie in het schap. En dat is wat we recentelijk hebben gedaan, voortbouwend op een hele grote pool aan studies die dit hebben gedaan op individueel niveau. We hadden het er in het begin al over. Je kunt eigenlijk twee vormen van onderzoek doen. De makkelijke is dat ik jouw brein meet en vervolgens jouw gedrag voorspel. Nou, er zit heel weinig ruis tussen, want ik heb het over jou als die ene persoon. Maar wat je eigenlijk als marketeer wil, is niet zozeer jouw gedrag voorspellen, want jij bent maar één klant, maar van de hele markt. En dat is vaak heel erg lastig, om het op populatieniveau te doen. Dus je ziet, als je het hebt over productonderzoek, dus het testen van verpakkingen in het brein met EEG, zijn er heel veel studies geweest in allerlei categorieën die het op individueel niveau hebben gedaan. Sportschoenen, smartphones, zelfs investeringen. Dus ook de wat meer rationele keuzes laten zich heel goed voorspellen door hersenactiviteit. Mode, vakantiebestemmingen en last but not least, foodproducten. Bijna alles wat in de supermarkt ligt. Vet. Ja. Ik had zelf namelijk ook nog, ik weet nog goed, heb een keer, vaker doen natuurlijk onderzoek met mij. Terwijl ik wat doe bijvoorbeeld, nou ja, in dit geval was ik op een webshop en ik moest een product uitkiezen. Mm. En de grap was dat we... Ik was aan het scrollen over de categoriepagina, dus ik zag een aantal producten daarin. En mijn oog viel toen heel kort eventjes op een schoen. En die had in de zool een heel specifiek dingetje weer waarmee je zeg maar goed kon draaien zeg maar, op je punt. En ik weet nog dat ik die zag. En ik dacht, nou, dat ziet er wel geinig uit. Ik scrolde door, nou, ik keek de hele pagina en kwam terug weer uiteindelijk bij die schoen. In de EEG-data zag je al bij die schoen, toen ik hem voor het eerst zag, direct ook een spike in die toenaderingsmotivatie. Ja. Dus dat verklaart heel goed die 1-op-1 relatie tussen wat ik leuk vind. Ja. Nou ja, dat is echt een spijker op zijn kop. Want veel van deze studies, en we gaan daar niet nu te diep op in, die hebben inderdaad het paradigma dat ze eerst jou verschillende producten laten zien, een random volgorde. En vervolgens 10 minuten later, dus je wordt eerst onderbroken door een ander taakje. En 10 minuten later ga je in een gefingeerde winkel, loop je binnen. En mag je daadwerkelijk met echt geldproducten kopen. En wat ze dus willen doen, is natuurlijk aan de hand van die trial helemaal aan het begin voorspellen waar jij uiteindelijk je geld op inzet. En daar blijken dus inderdaad dit soort verbanden uit. Dat je eigenlijk al heel goed in een vroeg stadium kan voorspellen wat die ene persoon zal gaan doen. En dat zagen we dus bij jou ook al op individueel niveau bij die schoenen. Echter, daarbij is niet per definitie gezegd dat je dat ook op marktniveau kan doen. Soms is marktgedrag niet simpelweg de optelsom van alle individuen in die markt. Hoe gek dat ook klinkt. Dus je moet ook altijd vaststellen, kun je aan de hand van die breindata daadwerkelijk het succes in de markt van een product voorspellen? En dat hebben we gedaan. Dat is eigenlijk volgens mij de eerste studie die dus dit echt met marktdata, dus echt met salesrotatie van producten, in de supermarkt hebben getest. En dat hebben wij gedaan in de koekjescategorie, samen met Verkade. Dus daar staan koekjes, repen en dergelijke in. En met name gericht op productinnovaties. Het zijn geheel nieuwe producten, het zijn bestaande producten die in een nieuw jasje zijn gestoken. En we hebben daarbij een breed onderzoeksprogramma opgezet, want wij gingen er ook heel open in. Het was niet per definitie gezegd dat neuro hier iets zou kunnen voorspellen. Dus wat we hebben gedaan is eye-tracking onderzoek, vragenlijstonderzoek, EEG onderzoek en zelfs gedragsonderzoek waarbij we in een gefingeerdschap mensen wederom echt keuzes lieten maken. Dus al die bronnen van onderzoek hebben we op elkaar gestapeld om te kijken wat voorspellen die nou. Ja, en belangrijk, in dat fingeerdschap mochten ze ook daadwerkelijk het product mee naar huis nemen, hè? Absoluut, ja. Dus, dan gaan we voor optimaal realisme. Dus dan kies je wel een koekje dat lekker smaakt, gaan we vanuit. In ieder geval goed appelleert aan het individu. Ja. En wat we dus zagen, was wederom eigenlijk een bevestiging wat we ook in die bioscoop, even in de Spotify-studie zien. En dat is enerzijds dat het brein goed voorspelt, maar anderzijds dat het echt een ander gedeelte van de taak voorspelt
dan bewust uitvragen in bijvoorbeeld een survey. En dat het samenbrengen van die twee vormen van onderzoek tot de grootste voorspellende waarde leidt. Dat zie je dus in die grafiek hier rechts weergegeven. Dat van alle individuele methoden eye-tracking de hoogste voorspellende waarde had. En dat komt ook wel overeen met de grootste uitdagingen die producten vandaag de dag in het schap hebben. Hè? Omdat aandacht zo ontzettend schaars is, want er zijn zo ontzettend veel opties binnen de meeste categorieën, die proberen ook maar een sprankje van die aandacht te veroveren bij de klant. En dat is gewoon ontzettend moeilijk. En met eye-tracking kunnen wij dus meten, hè? Je laat gewoon een compleet schap zien in rolerende opstellingen. En je kijkt vervolgens heel specifiek hoeveel seconden aandacht krijgt naar elk product. En wat is het percentage van bereik van elk product. En met name dat bereik is heel bepalend voor uiteindelijk de salesrotatie van het product in de markt. Gewoon opvallen, dat is uitdaging nummer 1. En als je dan opvalt, dan moet het ook aantrekkelijk zijn. Want je kunt natuurlijk op negatieve manier opvallen. Dat is in de regel niet zo effectief. Dus vervolgens komt die tweede laag van dit voorspellende model, komt daar EEG bij. Dus hersenapparatuur om te kunnen meten wat is de emotionele respons. Dus approach versus avoidance. Hè? Toenadering of afstand naar dat product. En daarboven survey. Omdat je ook altijd nog rationele barrières kan hebben om een product wat desalniettemin aantrekkelijk is, toch niet te kopen. En daarmee bedoel ik simpelweg een product wat misschien heel aantrekkelijk is, maar enorm dikmakend, heel calorierijk, dat toch aan het eind van de optelsom onaantrekkelijk is. Dus ook dat partje van de voorspellende taart moet je eigenlijk kunnen vangen. En dat doe je dan met survey. Want dat zie je niet in het brein. Het brein zie je alleen, ik wil die taart hebben. Ja, en dat is het grote verschil natuurlijk. Dus je moet dat beide samenpakken. En dat tezamen leidt tot 89,9% accurate voorspelling van wat uiteindelijk de toppers worden binnen salesrotatie van die nieuwe producten en wat de floppers worden. Dus dit is een hele effectieve techniek, onderzoekstechniek, om binnen een breed scala aan producten, dus meerdere innovaties die je wilt doorvoeren of overweegt door te voeren, te kijken welke nou de meeste potentie hebben in de markt. Ja, even leuk, een vraag tussendoor. Voor de mensen. Dus we hebben hier naar de salesrotatie gekeken. Dus dat betekent in feite gewoon hoeveel producten per week per supermarkt er werd verkocht. Dus bijvoorbeeld van Sultana. Eventjes een vraag waar ik benieuwd ben, dus voor in de chat. En even, ik zag al een aantal mensen vanuit de supermarkt wezen ook erbij zitten. Ja, die hebben deze kennis al. Maar even mensen die dus in feite niks met retail van doen hebben. Hoeveel producten per week per supermarkt verkoopt gemiddeld, of worden verkocht van zo'n Sultana? Dus één zo'n product. Is eventjes de vraag, wat denk je? Dus hoeveel producten per supermarkt per week? Dat is heel belangrijk. Hè? Dus één supermarkt, de supermarkt om de hoek. Hoeveel producten daarvan worden verkocht? Ik ben benieuwd wat jullie daar als antwoord op geven. Onthullen zo dan. Ja, we onthullen zo dan. Ik ben even nieuw hoe het dichtbij zit. Ja. Nou, op basis van deze opeenstapeling van technieken hebben we daar ook een heel voorspellend model van gebouwd. Van hoe moet je nou de succespotentie van een nieuw product onderzoeken. Of van een wijziging in een product. En dat noemen we het 3-steps-to-purchase model. Omdat er simpelweg 3 stappen ook binnen het brein moeten worden overwonnen om daadwerkelijk een kans te maken om in dat winkelmandje van de klant te belanden. En zoals ik al zei, het eerste is gewoon puur aandacht. Wat is de shelf standout? Dat is het eerste. Maar je hebt tegelijkertijd, dus dat is eigenlijk spontane aandacht. Tegelijkertijd heb je ook, met name wanneer je bestaand product wijzigt, doelgerichte aandacht. Hè? Dus dat de mensen die op zoek zijn naar dat specifieke merk bij die gewijzigde verpakking nog wel dat merk kunnen vinden. Ook dat meten we met eye-tracking. Dus in plaats van kijk vrijdoordschap zeg je dan zoek merk X. En dan meet je daadwerkelijk hoeveel seconden dat gebeurt. En tenslotte pas, wanneer die twee uitdagingen overwonnen zijn, dan is het belangrijk dat er ook nog eens een pure sterke aantrekkingskracht van het product uitgaat in het brein, eventueel dus aangevuld met survey om een compleet beeld van te krijgen. En dus echt die koopactivatie te meten. En wanneer die 3 stappen overwonnen zijn, dan maakt een product een goede kans om in het winkelmandje te belanden. Nou, meteen een vraag van Rob erover. Oh, ja. Rob vroeg zich af of het ook bekend is wat de resultaten zijn van survey alleen in het kiezen van producten. Dus stel dat je alleen survey zou doen, hoeveel voorspellende waarde zou dat dan hebben? Zeker, ja, dat hebben we natuurlijk gedaan in, nu ga ik heel snel doorheen, in deze context. En dat voorspelde ook in deze context rond de 20%. En dat is vaak wat we zien in dit soort onderzoeken, als je gewoon survey en EEG standalone naast elkaar zou zetten, dat survey absoluut zin heeft. Dus als je iets nieuws doet, in hemelsnaam test het, en dan is survey altijd het meest laagdrempelig om te doen. Dus als je niet neuro doet, doe dan op zijn minst wel een survey. Het is echter vaak wel de minst presterende van die hele reeks aan methodieken die je hebt. En zodra zullen we ook deze vergelijking tussen methoden ook nog maken bij reclameonderzoek.
waar natuurlijk eveneens ja, verschillende onderzoeksvormen beschikbaar zijn om te voorspellen wat de impact is van de reclame op de sales van dat product. Ja, en zit er ook dan nog die volgorde, is dat, zit er ook nog iets specifieks in? Want je, in feite wil natuurlijk zeggen met dat three steps to purchase model, is dat aandacht het meest belangrijk is. Ja. Op zich ook logisch zou je zeggen, want hey, als een product überhaupt niet gezien wordt, kan die ook niet in de overweging mee worden genomen. Is dat met survey ook nog daarin belangrijk? Dat kan je natuurlijk niet echt meenemen, zeg maar, hoe snel iemand iets zag. Maar... Klopt, ja, en dat worden met surveys wel eens pogingen toegedaan, maar dan krijg je dus letterlijk surveyvragen van hoe opvallend vind je dit product? Ja. Of als je het hebt over vindbaarheid, kan je dit product nog wel vinden? Of vind je dit wel het merk uitstralen? Dat zijn wel echt typisch metrics, dat kun je gewoon niet met survey uitvragen. Dat zijn gewoon zulke automatische processen die gewoon in de winkel plaatsvinden, zonder dat we ons nou bewust zijn wat daar aan de grondslag ligt. Anders zou ons brein helemaal murf geslagen zijn na 1 minuut door die supermarkt lopen. Dus dat gaat gewoon helemaal op de automatische piloot. En dat kun je alleen te weten komen door die automatische piloot te meten. Niet door de rationalisatie uit te vragen over die piloot. Ja. Dus dat is eye-tracking. Ja, nee, precies. Ja. Logisch, ja. Ja, en ik weet ook wel, ik vond het wel leuk, hè, want heel vaak met dit soort studies zijn replicaties natuurlijk heel erg belangrijk. En dat zagen we natuurlijk met, met het voorspellen van de bioscoop-hits. Het leuke als we hebben dit... Deze studie eigenlijk in het klein ook herhaald op de MIR, dat is een beurs 2 jaar terug. En dat vond ik dus ook zo tof. We hebben daar eigenlijk alleen gekeken naar eye-tracking met 8 producten. En dus heel specifiek gekeken naar die metrics die je dus net zei, een shelf standout. Dus hoe lang keek men ernaar en hoeveel mensen keken ernaar. Dat waren de metrics waar we naar keken. Dat ging over 8 producten. Dus als we puur bij chance eigenlijk zouden moeten voorspellen wat iemand kiest, dan is de kans 1 op 8, hè, 12,5% even uit mijn hoofd. Ja. Maar wat konden we nou doen? Wij konden 50% van die producten goed voorspellen. Wat dus heel goed overeenkomt met wat we hier dus ook al zagen. Dus juist, die replicatie. Dus dat vond ik echt heel tof. Ja, fantastisch. Ja. Ja, dat is het product. Maar het product moet ook aan de man gebracht worden. En de vrouw. Dat doen we met reclame. Dus reclame is altijd een van de meest kostbare dingen natuurlijk in je marketingmix om te doen. Enerzijds creatiebudget, anderzijds mediabudget. Dus je wilt dat zo'n reclame zo goed mogelijk besteed wordt. En daarom bestaat reclame-testing. En dat bestaat al 100 jaar. In het verleden ging dat vaak met allerlei survey-metrics. Maar het is natuurlijk ook de vraag, wat doet het brein daar? En daar heb jij het nodig over te vertellen, denk ik. Ja, ja. Ik zal trouwens, ik heb je vraag gezien, Melchior. Dus daar komen we op het einde denk ik eventjes op terug. Maar ik heb inderdaad gezien dat je dat inderdaad eventjes weet. Ja, nee, dus inderdaad reclame voorspellen. Dat is natuurlijk wat Tom zegt, mega belangrijk. Al is het alleen maar ook... vanwege het grote budget, maar ook omdat het vaak natuurlijk lastig is om die directe correlatie, en wat je eigenlijk net ook had met, met de trailers en de films, te kunnen leggen tussen je reclame aan enerzijds en het impact op de winkel. En ik denk dat dat ook een van de problemen eigenlijk is van ja, hoe kan je reclames nou goed testen? En hoe kan je dat nou goed voorspellen is natuurlijk de vraag. En het leuke is dat Nielsen samen met CBS in Amerika een enorm grote studie hebben gedaan hiernaar. En met enorm groot, dan moet je eventjes nadenken, 10.000 survey-participanten hebben ze gebruikt en 1.000 neuro-participanten. Nou, dat een aardig grote studie. En wat is nou het leuke hieraan? Eigenlijk net zoals wij natuurlijk zeiden met die bioscoopstudie, waarin je weet van heel goed heeft die film het gedaan op basis van de opening weekend, dus hoeveel mensen naartoe gingen, wist Nielsen natuurlijk welke reclames het goed hadden gedaan in de sales en welke niet. Want Nielsen kennen we van de marktdata en hoe goed producten doen in de winkel. En op basis van 1 product is dat natuurlijk heel slecht te zeggen. Maar Nielsen heeft natuurlijk van alle producten die data. En ook, en moet je me even helpen hierbij, uit mijn hoofd waren het ongeveer 30 categorieën van reclames, toch? Ja, een heel groot aantal categorieën. Ja, en daarbinnen dus nog waarschijnlijk iets van 10 reclames per categorie, ga ik even vanuit. Ja, ja, veel verschillende merken. Zodat je al die externe factoren uit kan bannen. Wel allemaal FMCG. Juist, ja. Dus allemaal FMCG. Dus even grosso modo, ik heb het onderzoek, even deze details niet direct voorhanden, maar even grosso modo ongeveer 300 commercials zou je kunnen zeggen. Waarbij ze dus, omdat ze dus van die marktdata zoveel wisten, heel goed wisten welke commercials doen het niet goed en welke commercials doen het wel goed en alles daartussenin. Dus je hebt al in het kader van de afhankelijke variabelen, weet je al, hey, deze reclames doen het goed, deze doen het niet goed. En wat natuurlijk dan het interessante is of je de breindata, maar ook de surveydata eroverheen kan leggen om te zien of er dus een correlatie is tussen die metrics. Oftewel, echt heel simpel gezegd, een slechte reclame, dus een reclame die het dus niet goed doet qua sales, zien we dat ook, dat die het dan niet goed doet op bijvoorbeeld survey of neuro. En andersom gezien, reclames die het heel goed doen, zien we daar dan ook dat die niet alleen het goed doen in sales, maar ook het heel goed doen in
neuro. En is die correlatie daar heel sterk of is die heel zwak? Ja. We zien hier daar eigenlijk die twee uitkomsten van. En laten we even focussen eerst op die linker. Daar zie je namelijk de uitkomst even puur op basis van neuro. En ook hierbij werd heel specifiek gekeken naar prefrontale asymmetrie. En dat was zoals Tom die ook net al benoemde. Wij noemen het hier verlangen. Maar het komt heel feitelijk gezien neer op die toenaderingsmotivatie. Wil ik het wel? Of die afkeermotivatie? Wil ik het niet? Nou, als je deze grafiek wil interpreteren, wat je hierin ziet, is dat je als je kijkt naar de commercial binnen zijn categorie, hè, bijvoorbeeld wasmiddelen commercials of commercials voor tv's, dus hè, dan moet je natuurlijk wel, sorry, allemaal in FSMG, dus wasmiddel of koekjes, dan zie je dat commercials die hoog scoren, eigenlijk bovengemiddeld op verlangen, dat die ook een impact hebben van plus 23%. Dus dat zie je bij die linker grafiek en aan de rechter staaf, zie je dus daar bovengemiddelde commercials, dus je scoort beter dan gemiddeld in jouw categorie, hebben een positieve impact op sales. En andersom gezien dus ook, daar waar ik het over had, die slechte commercials, dat zie je in de linkerstaaf, commercials die beneden gemiddeld scoren, dus waarschijnlijk ook wat negatief op die verlangen metric, hè, dus meer afkeer dan toenaderingsmotivatie, die hebben ook een negatief effect op sales, min 16%. Nou, als je deze grafiek los zou bekijken, dan denk je natuurlijk bij jezelf van, ah, wauw, dat voorspelt heel veel. Maar wat altijd mega belangrijk is in dit soort studies, is ook om te kijken van, ja, maar hoe groot deel van de taart kan dit nou daadwerkelijk voorspellen? Ja, want stel dat deze voorspelling eigenlijk correct is voor slechts 5% van die hele taart, dan voorspelt het die 5% heel goed. Maar ja, het gaat ons marketeers natuurlijk wel om de hele taart uiteindelijk. Nou, daarmee gezegd, de hele taart voorspellen, oftewel 100%, dan heb je eigenlijk het gouden ei in handen. Dat zal niet per se gaan gebeuren, denk ik. Maar kijk er eventjes met me mee naar de grafiek en nu op dit moment aan de rechterkant. Dan zie je hier alle metrics of alle methodes die ze hebben gebruikt en de voorspellende waarden erbij. Nou, we gaan eventjes van links naar rechts, ook van laag naar hoog. Aan de linkerkant zie je facial coding staan. Nou, facial coding is heel belangrijk om te weten, dat is emotieherkenning op het gezicht. Dus kijkt men blij of kijkt men droevig of boos. Nou, wat voorspelde, uit mijn hoofd eventjes, even correct, 8% van de sales. Niet slecht op zich, maar nog steeds een klein deel van die taart wordt daarin voorspeld. En als je dan weer daarop inzoomde, dan zag je dat het vooral kwam door blijdschap, hè, dus door lachen. En niet per se door die andere emoties die je van het gezicht kan aflezen. En daarin zit ook al direct iets heel belangrijks in ondergelegen, namelijk waar kijk je naar? Hè, dus kijk je naar bijvoorbeeld of mensen boos kijken, dan zeg je, ja, ik kijk heel erg sterk naar die emotie of men boos kijkt. Maar ja, zoals we dus zien, is boos kijken dus niet per se gecorreleerd aan of ik iets ga kopen in de supermarkt. En dat is onwijs belangrijk om te onthouden. Ook weer, hè, als we kijken naar breinmetrics, je kan naar onwijs veel verschillende breinmetrics kijken, maar zolang die geen gedrag voorspellen, ja, dan heeft het niet zoveel zin om naar te kijken, ook al denken dat het leuk zou klinken. Dus dit is een hele belangrijke om te onthouden, dat zien we hier heel goed terug. Nou, survey om door te gaan, die voorspelde 20%. Nou, dat is heel interessant, dat zien we dus eigenlijk terug in heel veel studies, dat survey ongeveer 20% van het gedrag kan voorspellen. En stel dat we hier zouden stoppen, zou je natuurlijk al kunnen zeggen van, hè, dat het heel goed is. Hè, want 20% van het gedrag voorspellen is beter dan niks. Maar wat we ook wel eens terug horen van klanten die veel reclames testen en dat dan nog deden ook met survey, dan zeiden ze ook van, ja, uit die test komt dan go of no go, hè, dat gaat een positieve impact hebben of niet. En best wel vaak horen we terug dat dat in 1 van de 5 gevallen, gevoelsmatig gezien, ook klopte met de cijfers. En dat het in 4 van de 5 gevallen het dus niet helemaal klopte. En dat komt goed overeen met die 20% verklaarde variantie. Hè? Dus 1 op de 5 gevallen verklaart het goed. Dan gaan we dan verder, zie je biometrics, zoals huidgeleiding, hartslag en pupilgrootte. Voorspelt dus wat dat betreft bijna even goed als survey. Maar waar natuurlijk echt een grote sprong wordt gemaakt, is met EEG. Dus puur door te kijken naar die hersenrespons, zien we al dat we ruim 60% van die sales kunnen verklaren. En dat is natuurlijk mega veel, dus 3 keer zoveel als survey, wat natuurlijk, ja, echt niet normaal veel is, hè, zo'n grote sprong eigenlijk erin. Nou, wordt het helemaal leuk, als je het mij zou afvragen, stel dat je nou survey, dus even de rationele respons, combineert met neuro, de emotionele respons, zou je dan niet inderdaad meer kunnen verklaren? En dat is een hele interessante vraag, want een aankoop is natuurlijk nooit alleen een emotie, nooit alleen een impulsmoment, maar ook een klein beetje, ja, ratio. Oké, okay, besluit je om het toch niet te kopen, omdat je denkt dat het misschien wel een dikmakertje zou kunnen worden. En dus die twee gecombineerd maakt ons hele gedrag. En dat is heel interessant als je dus terug ziet in deze studie. Stel dat je dat zou kunnen combineren en survey, ratio
en neuroemotie, dan zie je dat je dus tot ruim 80% verklaarde variantie kan komen. Wat echt heel interessant is. Dus ik vind dit een hele leuke, leuke studie die gedaan is door Nielsen. En nou, hier nog eventjes kort de matchfix waar we naar kijken dan in dit geval. Hier zie je er vier naar, die dus heel vaak ook dus echt gedrag voorspellen. En de belangrijkste is dus verlangen. Wij noemen het verlangen in, hier bij een REVEL. Maar uiteindelijk is het in de wetenschap prefrontale asymmetrie, toenaderingsmotivatie of afkeermotivatie. Een andere is workload, waar we naar kijken hoeveel moeite moet het brein doen. Engagement, daar heeft Tom het net ook al eventjes over gehad. Hè, dus die neurale synchroniciteit, vind ik het interessant of niet? Op populatieniveau. En een van de metrics die je hier ook ziet staan is focus. Dat is een eye-tracking only metric. Ook een hele belangrijke voor film. Want dat kijkt of mensen naar hetzelfde punt op het scherm kijken. En dat geeft natuurlijk aan of het de reclamemaker gelukt is om die focus aan te brengen op hetgeen waar hij wil dat iedereen naar kijkt. En we zien heel vaak in de data terug dat wanneer dat niet zo is, dat ook een correlatie heeft met verlangen. Oftewel, wanneer er geen duidelijk focuspunt is, dan zien we ook vaak een beetje een afkeer vanuit die kijker, omdat hij dus niet goed weet waar hij naar moet kijken. Yes. Ja, en mensen kijken dan in de realiteit ook... Het geluid valt weg van mij, Sabine. Dus je kan even de backup mic aanzetten. Oh ja. Het brein... Ja, ontwilt voorkeuren en gedrag. En wij hebben het nu net over koopgedrag gehad. Hè? Voorspellen op basis van verpakkingen, voorspellen op basis van reclame. Maar uiteindelijk is er natuurlijk ook lang niet altijd... Het gaat niet altijd om beïnvloeden van verkopen. Soms gaat het ook juist dat de beleving van de stimulus zelf zo positief mogelijk is. Hè? Een film die gewoon zo leuk mogelijk is. Of een stukje social media content die zo engaging mogelijk is. Dus dat is weer een heel ander vraagstuk van hoe kun je aan het brein meten of iets leuk is. En of het op basis daarvan bijvoorbeeld viraal kan gaan. Hè, dat het grotere massa's mensen bereikt. Nou, ook daar zijn veel onderzoeken naar gedaan. En het leuke van die onderzoeken is dat met name voor online engagement je natuurlijk heel veel echt harde variabelen hebt die je zou kunnen voorspellen aan de hand van hersenactiviteit. Dus laten we er hier even eentje kijken. Dit gaat namelijk over het effect van tv-content op de buzz, zoals het in het Engels heet, hè, het woord van het gesprek, op social media. Nou, dat gebeurt elke zondag, want op zondag dan is nu Boer zoekt vrouw op tv en dat wordt uitgebreid besproken op bijvoorbeeld Twitter. En elke keer als de boer in een of andere awkward situatie een pijnlijke stilte laat vallen, is dat vaak een piekmoment wanneer dat op Twitter helemaal neergesabeld wordt en nog vele andere momenten. En het is interessant om te kijken of je dat soort momenten, waarop er dus veel op dat moment over gesproken wordt op social media, of daar een onderliggende hersenactiviteit voor bestaat. En dat blijkt zo te zijn. Dit is een fantastisch mooie grote studie, die is uitgevoerd in 2019, onder wel 9 tv-programma's met wel 331 respondenten. En wat ze daarbij gekeken hebben, is of ze 2 verschillende dingen konden voorspellen. Het zijn 2 vormen van data bij die tv-programma's. Enerzijds, op welke momenten haken de kijkers af? Dus kun je eigenlijk een beetje de saaie afhaakmomenten identificeren. En anderzijds, wat zijn juist de momenten waarop er iets gebeurt, wat het dan ook is, waarover gesproken wordt op social media? En dat zie je in deze 2 grafieken hier. Grafiek B toont daadwerkelijk de Twitter volume, dus het mate van tweets op dat moment over dat programma. En daar blijkt op basis van de voorspelling daarvan van social media bus op basis van hersenactiviteit een prachtige correlatie te zijn tussen wat het brein zou voorspellen en wat er in de realiteit op Twitter plaatsvindt. Tegelijkertijd, en dit is met name voor de programmamakers zelf interessant, zien we in grafiek D wat er gebeurt met afhaken. Want je wil natuurlijk die kijker zo lang mogelijk vastluisteren en nou, soms lukt dat heel goed, soms lukt dat minder. En je wil natuurlijk weten waar het misloopt. En deels zie je dat natuurlijk in de kijkcijfers, maar je wil ook kijken op welke momenten wordt eigenlijk die neergaande spiraal ingezet. Dus op welk moment begint de kijker mentaal af te haken. Nou, dat zie je heel mooi dus gebeuren op grafiek D, waarbij er dus een goede correlatie is tussen hersenactiviteit en kijkerschap, mate van kijkers in het programma. Dus dat is interessant. En dan vraag je je af, kan dat dan ook helemaal online? Want dit is eigenlijk een beetje de overbrugging tussen ouderwetse televisie en dan online talk value. Maar het is natuurlijk ook steeds meer een doelstelling in marketing om gewoon online zoveel mogelijk kijkers te trekken. Nou, met name op social media content, YouTube content. En ook daar is neuroonderzoek naar gedaan.
Allereerst kun je bijvoorbeeld views voorspellen. Dus kun je in een vroeg stadium aan de hand van wat men ervaart bij het zien van een video voorspellen of dat uiteindelijk hits worden op YouTube qua views. En dat blijkt zo te zijn. Zo is bijvoorbeeld een neuroonderzoek gedaan met EEG in 2021, recent onderzoek, die dat kon voorspellen. Waarbij wel de kanttekening geplaatst moet worden dat hierbij echt twee variabelen vereist waren om die voorspelling goed te kunnen doen. En dat was enerzijds die EEG-respons, dus de emotie in het brein. Maar anderzijds ook wat men bewust aangaf als intentie te hebben. Dus intentie om door te kijken. Dus hierbij zie je wel echt dat viraliteit van een video qua views, dat het echt een samenspel is tussen bewuste processen uitgevraagd en onbewuste processen gemeten in het brein. Dus die hebben elkaar hier echt nodig. Nou, dan heb je ook natuurlijk sharing. Hè? Dat is een beetje de aanjager van viraliteit. Dat mensen daadwerkelijk content met andere mensen gaan delen. En dat blijkt ook voorspelbaar te zijn. In dit geval met fMRI. fMRI kan een dieper plaatje van het brein creëren. En dat is in sommige toepassingen heel erg gunstig om bepaalde metrics, die anders bijvoorbeeld niet met EEG zou kunnen meten, toch in beeld te brengen. Nou, een van die metrics is sociaal denken, of eigenlijk sociale cognitie. En dat is een vrij specifiek iets waarbij je dus eigenlijk de stimulus verwerkt in de context van hoe zouden anderen dit vinden. En juist dat blijkt voorspellend te zijn voor de shareability van content. Waarbij eigenlijk de stimulus beschouwt binnen zijn sociale context. Ook hier weer geldt hetzelfde. Die metric voorspelt alleen iets wanneer het ook eveneens combineert met daadwerkelijk de intentie om te delen. Dus je ziet echt op dat online engagement, op die social media, dat waarschijnlijk die stap tot delen best wel deels bewust gemaakt wordt. Dus dat je echt die combinatie moet hebben van emotie plus ratio. Vet. Ja. En daarover trouwens, dit is niet zozeer voorspellen, maar we hebben natuurlijk ook een aantal pilotstudies gedaan. Mm-hmm. Waarbij we online video hebben genomen. En ook die hebben geoptimaliseerd op basis van neuro. Om te kijken of dan die verbeterde versie het ook beter deed in click-through rate bijvoorbeeld. Waarbij de resultaten ook echt best wel heftig waren. Namelijk echt, in de meeste gevallen plus 40% en dus hoger. Ja. Wat ik ook wel echt heel interessant vind in het kader van die voorspellende waarde daar natuurlijk bij. Zeker, ja. Ja, en als je, dit was geoptimaliseerd op basis van één geteste versie? Of waren er twee versies getest en dan eentje uitgerold? Nee, we hebben één versie getest. Juist. Die versie hebben we geoptimaliseerd, want we zagen uit neural, wat waren de hoogtepunten en wat waren de dieptepunten. Ja. Op basis daarvan dieptepunten weg, hoogtepunten blijven houden. Iets ingewikkelder dan dit natuurlijk, maar even in de basis. Ja. En die geoptimaliseerde video en de originele video, die zijn tegelijkertijd getest om te zien welke deed nou beter. Cool. En dan werd die geoptimaliseerde video, deed in 4 van de 5 gevallen altijd beter. Ja. In ieder geval niet. Ja, maar dat, laten we heel even teruggaan naar die sheet van de hoogtepunten. En je ziet hier dan de hoogtepunt van een geheel lineair tv-programma. Mm-hmm. Alleen, op tv zijn we best wel bereid even te blijven zitten totdat het hoogtepunt komt. Maar stel je voor hoe je LinkedIn-content of YouTube-content bekijkt. Zeker op LinkedIn en Facebook, je scrolt naar beneden. Die content begint vaak automatisch te spelen. En in 2 seconden, waar nog niet eens geluid überhaupt erbij is inbegrepen, beslist jouw brein eigenlijk al van, is het interessant genoeg om nog 30 seconden naar te blijven kijken? Dan kun je maar beter je allergrootste hoogtepunt daarbij al inzetten om die kijker vast te klampen. Ja. Als jij, zoals op deze sheet, kan zien waar dat hoogtepunt zich in die 30 seconden bevindt, dan weet je exact met welke scène je de kijker het meest kan aantrekken. Ja. Dus ja, niet gek dat het natuurlijk zo succesvol is op social media. Ja. Nee, zeker. En dus ook, wat we natuurlijk ook hebben gedaan met Talpa, was eigenlijk hetzelfde. Waarbij we ook goed konden zien in het brein waar men afhaakte bij tv-programma's. Juist. Ja. En dat was ook heel interessant, want we hadden natuurlijk de kijkdata van mensen. En dan weet je vooral waar haken mensen af. En dat leek perfect gecorreleerd te gaan aan ook weer in die engagement in dit geval. Dus na te zagen, wanneer die engagement lager was, zepten mensen weg. Mm-hmm. Nou, dat is ook super interessant om te weten. Dus ja. Voor als het televisiemakers zoals Talpa. Ja. Dus één vraagje wel. Even zien. Chantal die vraagt, in hoeverre speelt het algoritme van YouTube hierin een rol? Ik vraag dit in relatie tot intentie. Juist. Ja, nou ja, in de werkelijkheid is het YouTube-algoritme waarschijnlijk heel effectief om precies de juiste content op het juiste moment bij de juiste persoon te brengen. En met het juiste moment bedoel ik simpelweg het moment waarop die persoon het meest engaged zou raken van die content. En dat optimaliseren ze inderdaad waarschijnlijk door gewoon te kijken
op welke momenten jij bijvoorbeeld het meest bereid bent om te sharen en bij wat voor soort thema's dat is. En dan krijg je, dit klinkt even heel abstract zoals ik het nu zeg, maar dat je in het weekend meer bereid bent om misschien leuke content over eten te delen, terwijl je door de week misschien meer gericht bent op zakelijke content, ik zeg maar wat. Hè? Dus dat is wat zo'n algoritme oppakt. Dat gaat overigens volledig in een onzichtbaar model eigenlijk. Dus je kan nooit meer expliciet naar boven brengen wat optimaliseren we met wat. Het is gewoon puur een zelflerend algoritme dat in deze onderzoeken niet inbegrepen zat. Want hier was de content al gedefinieerd. Dus dat is eigenlijk een soort van nep YouTube, gefakte YouTube. Maar dat heb je nodig omdat je juist even die content onder controle wilt houden. En vervolgens later in een later stadium voorspellen wat daarvan hits worden. Dus eigenlijk een beetje zoals onze Spotify studio ook was. In een vroeg stadium testen en dan gewoon onder geforceerde exposure los van het algoritme. En dan later kijken wat het algoritme doet. En het is denkbaar dat in die hersentest de bepaalde variabelen zijn opgepakt waarop dat algoritme in de verborgenheid waarin dat opereert ook op is gaan optimaliseren. Maar dat weten we niet. Weet ook YouTube niet. Want nogmaals, dat algoritme, ja, dat heet een hidden layer machine learning algoritme. Je weet niet meer waarop je optimaliseert, want je model wordt te complex. Ja. Eventjes, omwille van de tijd, kijk eventjes. Het is 15:15 inmiddels. Een aantal mensen die moeten ook weg. Ja, dat we hebben ook aangegeven. Het is een paspoort. Hoeveel hebben we nog? Is dit de laatste? Dit is de laatste. Okay. Ja, dus blijf nog even zitten. Ja, en of deze laten we inderdaad het rookgedrag even laten voor wat het is. Dat moeten we gewoon niet doen. Stop met roken. Maar in jouw brein kunnen we zien of dat lukt. Ja. En wel een hele leuke. En dit is gewoon even je zo zit dat moment voor vandaag. We kunnen met EEG in jouw brein zien of je waarschijnlijk een roker bent. Oh. Ja, als je 3 uur even hebt moeten stoppen met roken. Ja, dus okay. Wanneer je dat met 2 groepen respondenten doet, dan kun je precies identificeren welke daarvan de rokers zijn en welke met een grote mate van waarschijnlijkheid niet. En dat is toch wel even om bij stil te staan wat roken met het brein dus doet. Zo, inderdaad, ja. Ja, maar waar ik bij wil afsluiten is natuurlijk waar het om gaat vandaag. We gaan stemmen. Juist. En doe dat ook vooral allemaal, want democratie is belangrijk en dat blijkt me weer eens en te meer deze dagen. Maar dat stemmen, dat is ook niet onbelangrijk in het kader van neuro. Want we hebben natuurlijk recentelijk een studie gedaan hiernaar en eigenlijk jij die het beste toelichtte, Tim, als slotstuk. Ja, nou ja, onwijs interessant natuurlijk, want we hebben vorig jaar ook weer inderdaad, voor de verkiezingen, hebben wij, dan moet ik het goed zeggen, 22 participanten. Ja, 22 participanten. In ons huiskamerlab uitgenodigd, EEG-headset opgezet, ijswekkingbril op. En we hebben ze van de 12 grootste politieke partijen de campagnevideo's laten zien. 12, hè? Eventjes. Ja. Dus we lieten die campagnevideo's allemaal zien, terwijl we dus tegelijkertijd maten wat hun emotionele hersenactiviteit daarbij was. Om vervolgens na de verkiezingen te kijken in hoeverre er een overeenkomst was tussen die emotionele respons op die video's en de Tweede Kamer zetelverdeling. Wat natuurlijk onwijs interessant is. De vraag is natuurlijk, zien we dus dan weer hetzelfde effect? Namelijk dus bij partijen die een lage score hebben, ook een lage zetelverdeling. En partijen die een hoge score hebben, een hoge zetelverdeling. Nou, dan krijg je weer zo'n mooie correlatieanalyse. En normaliter hoef je natuurlijk nooit enthousiast te zijn over grafieken in je presentatie. Maar goed, wij worden dus wel enthousiast over dit soort grafieken natuurlijk. En want hier zie je dat heel erg mooi in terug. Hier zie je dus die correlatie tussen enerzijds prefrontale asymmetrie, die zie je onderaan de as, en op de i-as, de zetelverdeling van de Tweede Kamer. En daarin zie je dus heel mooi terug dat wij, 80%? 71. Of 71%. Ja. 71% van die zetelverdeling correct konden verklaren aan de hand van die breinrespons. Ja. Wat, saillant detail als je het mij vraagt, hetzelfde percentage is als de exit een survey van Maurice de Hond. En dus moet je even voorstellen dat na het stemmen kunnen mensen aangeven wat heb je gestemd. En je zou dus zeggen dat mensen nog wel weten wat men heeft gestemd. Dan zien we dus dat daar 71% overeenkomt met de daadwerkelijke zetelverdeling. Wat ik dus aan de lage kant vind. Omdat het dus, ja, wat ik zeg, dus 29% blijkbaar weet niet meer wat ze hebben gestemd. Maar dat wij dit dus vooraf ook al konden zien, 71%, door in het brein te kijken naar hoe men reageerde op die campagnevideo's. Ja, gaaf. Ja, dat hebben we dit keer niet gedaan. Gaan we bij de volgende verkiezingen landelijk wel weer doen. Ja. Bij de provinciaal of gemeenteraadsverkiezingen is dat lastig, gezien de versplinterdheid van alle partijen door de verschillende gemeentes. Bij de volgende lokale landelijke verkiezingen gaan we dat grootser nog aanpakken. Kijken of we dat dit keer echt de exit polls kunnen verslaan. Nou ja, wat we natuurlijk vooral willen doen, tenminste dat zou ik hier alvast, denk ik dat we dat aandurven, dat we ook de resultaten voor de verkiezingen bekend zullen maken. Zodat we ook echt
kunnen zeggen van oké, weet je, we hebben het voorspeld. Dan krijg je deze grafiek voor de verkiezingen. Juist. En dan hopen we natuurlijk dat... het is sowieso dat het weer zo'nzelfde voorspelling heeft. Ja. En dat kan al heel snel met Mark. Juist. Ja. Dus dat wordt heel tof. Dus ik ben heel, heel benieuwd naar. Ja. Dus maar goed, dat is pas over, wat is het, 2 jaar? Ja, dat weet ik. Dat hangt altijd vanaf van de leugens van Rutte. nou, Tom. En daarmee willen we het niet afsluiten. Nee. Hey, ontzettend leuk. Ik zie hier nog een aantal vragen binnenkomen. Ik wil in ieder geval voor de mensen die al weg moeten, zijn natuurlijk een klein beetje over tijd heen. In ieder geval bedanken weer voor jullie enthousiasme, ook in de chat uiteraard. We komen nog even terug op de vraag van Melchior. Het is trouwens wel leuk, Angelique, die zegt ja, hè, dus in die exit survey, 90% zegt niet eerlijk op wie ze gestemd hebben. Dat is natuurlijk ook nog een keuze waarom dat zo'n lage verklaarde variantie heeft. Hoewel je ook daar natuurlijk nog zou kunnen zeggen van ja, niemand die weet wat je in het survey zet. Maar inderdaad, sociaal gewenste antwoorden zijn natuurlijk een groot nukken met surveys. Dat blijft naar helemaal zo gaan. Ik pak even de vraag van Melchior erbij. Dat was aan het begin. Oh ja, die vroeg zich af. En dit ging eigenlijk over het websiteonderzoek. Mm-hmm. Waarbij de mensen eerst iets zouden laten zien. Een ander taakje en na 10 minuten weer terug. En een spike. En hij zegt van ja, zou dat niet verklaard kunnen worden ook aan de hand van priming? Dus dat je eerst het product hebt gezien om daarna weer dat product moest... Nee, maar je hebt ze allemaal gezien. Dus die priming is natuurlijk evenredig verdeeld. Je krijgt nu 100 producten te zien. Straks kom jij in een schap waar die 100 producten staan. Dus het is wat dat betreft eerlijk verdeeld. En je kijkt waar jouw brein het meest van gecharmeerd was van die 100 producten. En of dat overeenkomt met wat je kiest. Ja. Nee, dus daar zit inderdaad waarschijnlijk geen priming effect in. Dus dat is goed. Even zien. Dat waren de vragen ook weer voor vandaag. Chantal die zegt, het stiekem wel een beetje scary. Dus nog interessant misschien om een keer ook te gaan benoemen. Ja, dus wellicht de enge kant wellicht hiervan. Hoewel ik eigenlijk wel vind dat het meevalt in zoverre. Want again, we kunnen dus goed bijvoorbeeld verkiezingen voorspellen. Maar het is niet gezegd ook dat we hiermee dus de verkiezingen zouden kunnen beïnvloeden. Dat is natuurlijk niet zo. Klopt, blijft heel beschrijvend. Ja, het is heel beschrijvend in dit geval. Hoewel aan de andere kant, we kunnen zelf reclames verbeteren bijvoorbeeld. Maar ook daarbij, we weten niet precies waarom iemand iets koopt. We kunnen niet zien wat iemand denkt, maar we kunnen wel zien, wat werkt nou goed voor het brein en wat vind je fijner? En in plaats van dat te vragen, wat vind je nou fijn aan deze reclame, kunnen we dat in het brein zien en zegt het brein dat gewoon veel eerlijker. En kunnen we daarmee die reclame dus gewoon weer mooier en leuker maken. Dus en wat mij betreft valt dat scary gedeelte mee, maar ik ben heel benieuwd, Chantal, wat jouw gevoel daarbij is. Want dan kunnen we dat wellicht in een volgend webinar ook nog eens benoemen. Tot die tijd wil ik jullie weer ontzettend bedanken. Je zou nog iets volgens mij verklappen over rotatie. De rotatievraag. Ja. Ik zie nu. Er zijn weinig antwoorden binnengekomen erin, maar we laten wel nog even. Dus, als ik deze vraag stel, dankjewel hiervoor, Tom. Dus over de rotatie, hoeveel producten per supermarkt per week? Heel vaak denken mensen van, Sultana bijvoorbeeld hebben 200, weet je wel? Dat lijkt ergens op wel schappelijk. Maar goed, als je dan bedenkt dat er, hoeveel supermarkten zullen er zijn? 3000, 4000. Veel, in ieder geval veel. Dan telt het natuurlijk op. En we zien dus in deze studies dat je echt denkt aan rond de 5 producten per supermarkt per week. Dan doe je het goed. En dat vond ik zelf toen ik dat voor het eerst hoorde, echt gewoon verbazingwekkend, moet ik maar even zeggen. En daarom is het een leuke vraag ook om te stellen. Ja, het komt ook gewoon, er is zo ongelooflijk veel keuze. Dus dat wordt onder enorm veel producten verdeeld. Ja, daarom ook dat. Dus, en wat je ziet in de supermarkt, hoe meer meter een product krijgt, een productgroep, bijvoorbeeld chips, hoe hoger de rotatie. Dus met chips zit je wat meer aan 100 producten per week, maar die hebben ook best wel wat ruimte in de supermarkt. Ja. Goed. Jongens, ik zie jullie heel graag weer bij de volgende webinar. Die gaat over de brand assets van McDonald's. Juist. Dus we hopen jullie daar uiteraard terug te zien en voor de rest nog een hele fijne dag.